Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen. Welkom weer bij een vlog van mij met betrekking tot de passie van mijn vak poetsen van een auto. In de volksmond genoemd. En wil je er een hele chique naam aan geven, dan is het detailer. Zoals het plaatje al verraadt, Ford Fiesta ST-Line in Moondust Zilver. Met nog de originele velgen, wel een Maxton Design spoiler pakket eromheen, inclusief spoiler extension en Miltech uitlaat. Maar dat is voor later. Zoals het bordje al verraadt in de keramische coating van Xeon. Ik heb de wagen al gewassen, ik heb hem al droog gemaakt. Ik ga nu beginnen met de lakdieptereiniging. Dat doe ik tijdens het wassen ook al met de kleinhit. En nu ga ik hem handmatig ook nog even nalopen. En dan ga ik daarna polijsten. Dus de komende dagen, zoals je van me gewend bent, ben ik weer even lekker bezig met het verfraaien van deze ST. Is al een poosje geleden laten restylen, dus alle deukjes zijn eruit. Dus het plaatwerk is weer strak. En ja, zilver is de moeilijkste kleur qua schadeherstel. Qua poetsen weer heel makkelijk, omdat je relatief weinig krassen ziet. En toch, als je bepaalde verlichtingen opzet, kun je toch zien dat blanke lak zowel ook kan vergrijzen, zoals ik het altijd noem, een bepaalde melkwitte waas over de blanke lak hangt, doordat aanslag op gepleegd is door wassen, industriële neerslag, etc. UV, noem alles maar op. Dus door het polijsten ga je er een heel klein laagje vanaf, waardoor je dus weer verse blanke lak hebt. En schrale blanke lak, die je dan vervolgens beschermt met een beschermlaag. Het kan zijn wax, polymeer of keramisch of glas. Ik gebruik hoofdzakelijk alleen maar keramische coating, omdat mijn klanten daar het meest om vragen. Dat gezegd hebbende wil ik nog even een toeltje erbij pakken. En dat zie je op zich niet zo vaak. En dit is een apparaatje, daarmee kan je de lakdikte meten. En in dit geval geeft hij bepaalde waardes aan die bepalend is voor hoeveel marge je hebt op het kunnen polijsten van de blanke lak. En als het getalletje wat hier in die lakdiktemeter 150 aangeeft als voorbeeld, dan is je lak 0,15 mm dik. En dan praten we over je primerlaag, je kleurlaag en je blanke lak. Dus zo dun is je verf of de lak van je auto. En is dan over het algemeen nog bij Europese merken. Ga je naar Aziatische merken, en dan gaan we zelfs nog een stapje lager. Dan gaan we gemiddeld naar de 90 mu. Dus het is dus 0,09 mm. Dan schrikt u waarschijnlijk als nieuweling als u daar niet mee bekend bent. Dat is, ja, zo dun is inderdaad lak op de auto. Maar goed, dat gezegd hebbende. Ik ga beginnen verder met lakdieptereiniging. En als je de vlog zegt van ik vind hem weer leuk om te volgen, dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Lakdieptereiniging, en dan zoals de meesten het eigenlijk allemaal kleien noemen. Dus ik noem het nu voor, dit is de volksmond ook maar kleien te noemen. Kleien haal je echt al het vuil van je lak af. En dat gebruik je vaak in combinatie met een detailerspray. Nou goed, in dit geval Xeon. Omdat ik natuurlijk uiteraard dealer en importeur ben van het product.
En daar doe ik praktisch al mijn diensten mee. Zo, echt brandschone lak, hagelglad nu. Of ijsglad, of spekglad, mag ook. En zo ga ik de hele wagen rond handmatig. Om echt al het vuil van het lak af te krijgen, zodat ik echt een verse schone lak heb. Voor het polijsten, zodat ik het vuil wat op de lak zit, niet in de lak polijst. Dus erin slijp. Of erin brandt, omdat er hitte ontstaat tijdens het polijsten. En daardoor creëer je eigenlijk wel het mooiste en het beste resultaat voor het op glans brengen van je auto. En daarmee een stukje cosmetisch onderhoud kan plegen. En wat uiteindelijk resulteert in een langer behoud van glans en dat soort zaken. Waardoor je dus ook nog langer van de auto geniet. We gaan hem een stukje optillen. Dan gaan we de zijkanten doen. Lakdieptereiniging, kleien zoals de meesten het noemen, uitgevoerd. Nu beginnen met de polijsten en ik begin over het algemeen eerst met de rotary. Dat heeft de grootste slijpkracht qua het verwijderen van krassen en vlekken en dat soort zaken. En daarna bouw ik het langzaam op af naar excentrisch, misschien een 12 of een 15 of een 21 mm. Dat moet ik nog even bekijken. Wat ik vind waar het mooiste resultaat mee te behalen is. Maar voor nu eerst rotary met een compound. Verbazingwekkend dat als je ook met zilveren lak gewoon nu gewoon de lak wit zilver toont in plaats van een bepaalde gele waas van oude blanke lak. En dat verschil is goed te zien.
Het nadeel van zilveren lak is, als je niet de goede verlichting hebt, dat je schade in de lak niet kan ontdekken. En nu zal ik even trachten om het in beeld te brengen. En de achtste deur, die heb ik inmiddels één keer gepolijst. En dit is de voorste deur. En dan kun je... Ik hoop dat het overkomt op beeld. Want dat is altijd erg lastig met videobeelden. Wat je in het echt ziet. Op het moment dat je naar de auto staat of naar de auto kijkt met je eigen ogen, dan zie je heel veel andere dingen die erin die op beeld bijna tot niet vast te leggen zijn. Ga ik hem even draaien zo. Kijk of dit... Kijk, je ziet een bepaalde waas en krassen in de lak zitten. De camera wat trager bewegen, dan kan die wat makkelijker schakelen. Zie, ten opzichte van de achterste deur en de voorste deur. Goed, nu een poging met nog een keertje met de deur nadat ik hem één keer met rotary gepolijst heb. Ik hoop dat het echt te zien is. Al denk ik wel. Kijk. Goed, we gaan verder. Gaan we het even trachten in beeld te brengen. Kijk naar de reflectie van de TL-verlichting in het midden van de deur. Eens even kijken of we dit ook in beeld kunnen brengen. Ik denk het wel, zo te zien. Alhoewel, wat ik al zeg, aangaf. Eigen ogen zien meer als... Dat betreft zijn ogen bijzonder fraaie cameraatjes. Menselijke cameraatjes wat dat betreft. Goed, we gaan hem eens even polijsten de deur. Hoe het lakwerk eruit ziet na één keer polijsten. Ik denk dat het verschil wel goed te zien is. Toch wel. Als ik zo even snel op camera kijk. Als ik dan bekijk dat dan de voorste deur. Kijk, zie je hier die. Dit stuk zo in de. Ze zit erop met rotary, nu opnieuw met compleet de auto met een excentrische. En ik heb nu een 12 mm gekozen met Xeon de medium cut, step 2. We hebben inmiddels ook gehad excentrisch en nu de finishing touch met excentrisch en de final cut from Xeon, de fine cut, step 3. Laatst stukje afmaken en dan kan ik hier en daar nog wat andere dingen doen voordat ik hem morgen ga ontvetten en in de coating zetten. Maar zover is het nog niet, we gaan eerst nog stap 3 doen.
In drie stappen zit erop. Rotary, excentrisch en nog een keer excentrisch met de polijsmiddelen van Xeon. Ik ga nu ter voorbereiding voor een aantal zaken om het plaatje compleet te maken qua afhandelen van de dingen die ik moet doen. Ga ik nu eerst het glaswerk op glans polijsten. Niet op krassen of beschadigingen, maar puur op glans. Dat wil zeggen, wat ik eruit polijs zijn kalkvlekken, waxvlekken, andere vlekken van neerslag en dat soort zaken. Ingebrand materiaal wat oppervlakkig is. Dat verwijder je, waardoor je dus het glaswerk echt weer op glans terugkrijgt. En dan gebruik ik mijn speciale glanspolijstmiddel voor. Met combinatie met hydrauliek. Perslucht. En op die manier maak ik het glaswerk weer glanzend. Helemaal top. Dit glaswerk ga ik even afmaken. En dan zien jullie me weer terug bij de volgende shot. En dat is dan morgen. Land bij de next day, wat wil zeggen dat het vandaag coatingsdag is. Zoals ik altijd het doe van tevoren is ontvetten, glak reinigen, voordat we aan de coating kunnen beginnen. En ook dit doe je van tevoren voor als je gaat waxen. Voor een optimale hechting van het product wat je aanbrengt. Zo, eerste laag coating zit erop. Die kan nu drogen voordat ik straks de tweede laag erop ga zetten. Dat is een poosje verder in de tijd. En nu het bruine flesje. Het wordt tijd voor de tweede laag.
Zo, laatste twee delen in de coating zetten. De twee beide, of de twee deuren. Oh nee, dat is waar. Ik ben bijna klaar. Ik moet alleen de zijskirts linkerzijde en rechterzijde nog even doen. Dan ben ik pas echt klaar met de coating zetten. Dit laten we even intrekken en dan uitpoetsen. Nu ben ik wel klaar. Nu is het echt gebeurd. Nu kan het drogen. Voor mij is de dag ten opzichte van dit project ten einde. Morgen ga ik verder om de laatste zaken af te maken. Zoals banden, velgen, ramen nog even binnenkant. Nog even uitstofzuigen. En dan uiteraard de vlog afmaken en foto's maken. Maar goed, dat is voor morgen. Tot zover, zou ik zeggen. De lijn in Moendust Zilver is klaar. Staat in de keramische coating, bandjes zijn gedaan, velgen zijn gedaan, interieur is uitgestofzuigd, ramen zijn op glans gepolijst. Dakraam inderdaad ook gedaan. En dan is die weer strak. Ik ben zeer content met het resultaat. U waarschijnlijk ook, hopelijk, na het zien van de beelden. Je krijgt van mij uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. En dan zou ik zeggen, bedankt voor je aandacht. En wellicht zie ik je weer in de volgende video. Ciao.